het eigenlijk zonde om binnen te zitten. Maar goed, we begrijpen dat u deze wedstrijd niet wilt missen. En wij ook niet. Van harte welkom ons allemaal op deze fijne voetbalmiddag. Het commentaar bij deze wedstrijd krijgt u, zoals altijd, van mij. Ik ben Sier. En naast me zit Jeroen. Enorm veel zin in dit duel. Hopelijk worden we niet teleurgesteld. Jeroen, ik voel het aan mijn water. Ik voel een topwedstrijd aankomen. Ja, er staat misschien niet veel op het spel voor me. Maar het is wel een mooie vraag voor deze elftal. We kijken naar de elf waarmee de thuisploeg van start gaat. In het veld staan ze met liefst 5 verdedigers. En ook offensief ziet het er niet slecht uit met die 3 aanvallers. Ja, maar dit systeem is dus echt niet zo verdedigend als je op het eerste gezicht misschien zou denken. We kijken naar de basisopstelling van de bezoekers. Als ze al gaan aanvallen vandaag, dan zal het veelal door het midden gaan. Want de flanken zijn behoorlijk onderbemand vandaag. Of onderschat ik nou die backs? Ja, daar heb je gelijk in, Siert. Want daar ligt de ruimte voor de vleugelverdedigers. Bedankt en geniet van de wedstrijd. Aftrap, eerste helft. De wedstrijd is begonnen. Een soort van verzekerde bewaring voor ballen. De bal op eigen helft heroverd. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Hij moet scoren nu! Kijken we hem hard op doel schieten, maar hij gaat echt de verkeerde kant op. Dit moet veel en veel nauwkeuriger. Grégoire de Frel. Nu weet hij het onderscheppen. Een deeloproep voor professor Dr. Stefan Oosterbeek. Om zich zo spoedig mogelijk te melden. Nou, mogelijkheden is van Spanje. Komt hem schoon, zou Hugo zeggen. De keeper hoeft zich nauwelijks in te spannen. Ze raakt hem kwijt. Dat is een overtreding, maar ze geeft voordeel. De bal gaat goed rond, het is een ronde. Uitstekend samenspel. Dat is een altijd probleem. De defensie vangt het prima op. Ben Pearson. Daar is ondersteuning van een teamgenoot. Hoe poging? Ja, eitje voor de keeper natuurlijk. Zonde om die bal zo weg te geven. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. Een schot voor de voorsprong. Oké, dan zien we een opraad.
zwakke paas wordt de bal onderschept. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Ach nee, het begon erop te lijken, maar ze raken de bal kwijt. Leandro Trossard. Hij weet hem te onderscheppen. Deze steekpaas kan gevaar opleveren, zo door de lucht. Enorme redding en daardoor het gevaar geweken. Ja, wat een reactievermogen heeft deze keeper toch. Van zo dichtbij en dan toch tegengehouden. Echt heel knap. Gele kaart. Ja, dat kun je verwachten. Voor het doel gebracht. Daar zien we wat feiten over het balbezit en die bevestigen eigenlijk wat we hier op het veld al hebben gezien. Hè. Het is één grote padstelling. Iemand zal risico moeten nemen om die te doorbreken. Grégoire de Frel. Blijft goed aan de bal. In de 16e bal erover. Maak je wat van deze corner, dan pak je de voorsprong. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Maar het draait uit op. Niets. Op het doel! Bal uit, dat wordt een hoekschop. Schop komt voor. Het schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Jonas Svensson. We gaan rusten. De eerste helft is afgelopen. Ze heeft gefloten. We gaan weer verder met de wedstrijd. Beheerst. Gaan ze op zoek naar voorsprong. Maar op het moment dat ik het zeg, verspelen ze natuurlijk de bal. En is de aanval klaar? Actie met de bal. Ah nee, ze zijn de bal alweer kwijt. De aanval is ten einde. Leandro Trossard. Een medespeler helpt hem. Hier zou hij de voorsprong kunnen pakken. Golazo! Gortdroge volley en de keeper, ja, kansloos. Wat een doelpunt.
Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. En de afronding die daarop volgt is misschien nog wel mooier. Hij haalt verwoestend hard uit. Nog voordat de bal de grond raakt en de doelman is geklopt. De score is geopend. Het is 1-0. Deze pakken ze goed af. In de richting van de 16. Komt dat schot? Eerbetoon aan Hugo. Dat zag er blijkbaar gevaarlijker uit dan het was. Eindje. Die doelman. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Grégoire de Frel. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft. De tackle op eigen helft loopt goed af. Grégoire de Frel. En we wisselen weer van balbezit. Ruimte aan de zijkant daar. Wordt in de 16 gegeven. Een koppelop doel, maar moeiteloos gekeerd door de doelman. Ja, met dit soort ballen verras je niet. Knap hoe hij die bal afpakt. Grégoire de Frel. Oh, hij gaat zijn tegenstander voorbij. Kan hij hier mee? Oh, knap gered, zegt die bal. Leandro Trossard. En de bal kwijt. Dit kan iets gaan opleveren. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Grégoire de Frel. Kun je hem overlaten? Die speler weet hoe je de bal af moet pakken. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Hij let goed op en onderschept die paas. En zo pakt hij flink wat meters met de bal. Maar het balbezit gaat over naar de tegenstander. Ze bouwen op en zoeken naar een opening om gelijk te maken. En klem die bal. Goed hoor. Puik gedaan door die keeper. Ze werken nu aan de opbouw. Die voorzet komt niet aan op zijn beoogde bestemming. Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Leandro Trossard. Dat was alles behalve een tackle op de bal. Daar kun je geel voor geven, scheids. De scheidsrechter geeft geel voor die actie. Ja, daar valt weinig tegen in te brengen, Siert. Bij de teams gaat het iets anders aanpakken nu. En wisselen. Die gaat naast. De doelman zag het van ver aankomen.
Er wordt aangegeven dat er 2 minuten speeltijd bij komt. Grégoire de Vrel. Davy Selke. Nee, anders komt hij daar. Onderschepping. We zijn aan het einde van de wedstrijd beland. Ze verliezen hier in eigen huis. Ja, het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk vervelend als je net tekort komt en met maar 1 doelpuntverschil verliest. Maar dat hoort er ook bij. De tegenstander leek net iets scherper in de duels. Volgende keer beter. Toch heel teleurstellend. Als je zelf gewoon goed loopt te spelen, maar de overwinning naar de tegenstander gaat. Hij zal ongetwijfeld lyrisch zijn na zijn winnende doelpunt. Want daarmee was hij bepalend voor zijn team.